Dag dames en heren. Zo'n nieuwe ontwikkeling is internet. Even een museum in Parijs bezoeken, dat kan. Even kijken of een bibliotheek een bepaald boek heeft, ook geen enkel probleem. Op zoek naar eens een wat andere reisbestemming, kijk op internet. Interesse in een bepaald softwareprogramma of computerspelletje? Vaak kunt u het zonder veel omhaal op uw eigen pc binnenhalen. Problemen met een orchidee? Internet kan uitkomst bieden. Trek in iets lekkers? Op internet vindt u recepten en wijntips. Eens even met een deskundige van gedachten wisselen over uw hobby sterrenkunde? Internet. Een elektronisch briefje of e-mailtje verzenden naar een zakenrelatie? Het wordt wat langdradig, maar natuurlijk internet. Noem een onderwerp en er is vast wel iets over op internet te vinden. In deze zesdelige serie Internet in de praktijk gaan we u stap voor stap voordoen hoe u op internet komt en welke toepassingsmogelijkheden er zijn. Het wordt dus weer een praktische cursus met veel computerbeelden. Alles wordt met demonstraties tot in detail voorgedaan. Deze demo's kunt u zelf thuis achter uw pc nadoen met behulp van dit cursuspakket. Het bestaat uit een cursusboek waarin naast de informatie uit de televisielessen nog veel extra's is opgenomen over allerlei toepassingen van internet. Verder treft u ook de benodigde software aan om op internet te komen. Alsmede natuurlijk een tijdelijk abonnement op de computer van een zogenaamde internetprovider. Deze biedt u de mogelijkheid om thuis met uw pc, modem en telefoonlijn naar zijn computer te bellen en doorverbonden te worden naar andere computers over de hele wereld. U kunt het beste het internet opgaan met een grafisch besturingssysteem. Windows 3.1 of 3.11 is zo'n besturingssysteem. Met het nieuwe Windows 95 gaat het overigens niet veel anders. Heeft u de beschikking over OS 2 of de Finder van Macintosh, dan kunt u deze televisielessen toch volgen om een indruk te krijgen van de werking van internet. Hetzelfde geldt als u de mogelijkheid heeft om internet via uw kabelexploitant te krijgen. Overigens is dit laatste veel beperkter dan internet met de personal computer. Wij gaan in deze cursus uit van een normale pc met modem. In het nu volgende deel van deze les gaan we eerst eens even kijken aan welke eisen uw pc-configuratie thuis of op kantoor moet voldoen om te kunnen internetten. Overigens, om de computerdemonstraties uit deze cursus goed te kunnen volgen, is het aan te raden wat dichter bij uw tv te gaan zitten. Om deze cursus internet in de praktijk te kunnen volgen, heeft u de volgende pc-configuratie nodig. Een personal computer, uiteraard met beeldscherm, toetsenbord, muis, harddisk en een modem. Met zo'n modem kan uw computer via de telefoonlijn contact maken met andere computers. Nu is niet iedere personal computer en ieder modem geschikt voor internet. Om redelijk snel te kunnen werken adviseren wij een pc met minimaal een 386 processor, tenminste 4 megabyte intern geheugen, beter is 8 MB, en een harddisk met nog minimaal 10 MB niet gebruikte ruimte of zelfs ietsje meer. Verder moet de pc over een extra communicatiepoort beschikken om het modem op aan te sluiten. Dit geldt alleen als u gebruik maakt van een extern modem en niet van een ingebouwde modemkaart. Communicatiepoorten bevinden zich op de achterzijde van de computer. Meestal heb je er 2, één voor de muis en één voor een modem. Het is mogelijk om met een modem van 9600 bits per seconde het internet op te gaan. Maar gaat u nog een modem aanschaffen, dan adviseren wij u minimaal een modem met een snelheid van 14400 bits per seconde te nemen. 28800 is nog beter. Hoe sneller het modem, hoe prettiger u met internet werkt. Hoe kunt u nu checken of uw pc aan de gestelde minimum eisen voldoet? Dat vertelt hij u zelf. Wij hebben onze demonstratiecomputer opgestart en staan nog in MS-DOS, waar we even gebruik van gaan maken. Als u het precies nadoet, is het niet ingewikkeld. We typen nu achter de C-prompt CD, afkorting van Change Directory, dus wissel van directory, spatie
Windows. We gaan dan automatisch naar de directory van Windows. Een inhoudsopgave kunnen we daarvan krijgen door dir/p in te typen. Kijken we deze directory door, dan zien we daarin het programma MSD-exe staan. Door achter de C-prompt MSD in te typen, wordt dit geladen. Het is een diagnostisch programmaatje. Hierin ziet u precies wat onze computer allemaal aan boord heeft. Een 486 processor, 640 kilobyte normaal intern geheugen en ruim 7000 k extra geheugen. Dus totaal bijna 8000 k. Dat is hetzelfde als 8 MB. Vervolgens een VGA-beeldscherm, iets over het netwerk, DOS 5.0, een seriële muis, iets voor spelletjes en twee disk drives, namelijk A en C. Typen we de letter D in, u ziet dat die rood geaccentueerd is in het woord disk drives, dan krijgen we over deze drives nadere informatie. We hebben dus een 3,5 inch drive van 1,44 MB... en een harddisk van 259 MB. Omdat er maar weinig op onze harddisk staat, hebben we zeker de vereiste 10 MB vrije ruimte ter beschikking. Drukken we op Enter, dan verlaten we deze extra informatie weer. We zien dan verder dat we één LPT-poort in gebruik hebben. Dat is een ingang achter op de computer waarop we de kabel van de printer aangesloten hebben. Kijken we bij COM-ports door de C in te typen, dan zien we dat we twee communicatiepoorten hebben. Op COM 1 is de muis aangesloten, op COM 2 zetten we dadelijk het modem. We verlaten deze extra informatie door op Enter te drukken en vervolgens op F3. Onder in beeld staat namelijk F3 to quit MSD. Dus druk functietoets F3 in om dit diagnoseprogramma te verlaten. We komen automatisch terug bij de C-prompt in de directory van Windows. Dadelijk gaan we u laten zien hoe u een modem installeert en na installatie van de Teliac internetsoftware de eerste schreden op internet maakt. Maar eerst is het tijd om u te vertellen wat internet nu eigenlijk is. Over de hele wereld staan computers. PC's zoals bij u thuis of op kantoor. De wat grotere minicomputers bij heel wat bedrijven. En bij bijvoorbeeld grote verzekeringsmaatschappijen, multinationals en computerservicebedrijven, de grote mainframes. Jaren geleden kwam men in Amerika op het idee dat het plezierig zou zijn als computers onderling gegevens zouden kunnen uitwisselen. Gevolg was dat veel individuele machines gekoppeld werden tot een netwerk. Een logische stap was dat deze netwerken ook met elkaar gingen communiceren. Daarnaast werden de communicatietechnieken steeds beter. Snellere modems, betere kabelverbindingen, onder andere van glasvezel, en meer standaardisatie in computercommunicatie brachten de computers wereldwijd dichter bij elkaar. Internet was geboren. Het is eigenlijk niet veel meer of minder dan een gigantisch groot netwerk van miljoenen computers. Het vreemde daarbij is dat al die computers wel met elkaar in verbinding staan, maar er op geen enkele manier een overkoepeling is. Er is geen bedrijf of zoiets dat internet leidt of structureert. Integendeel, iedereen kan het net op om informatie te vergaren of aan te bieden. Aanvankelijk waren dat veel multinationals, overheden en universiteiten, maar nu ligt deze internetwereld ook voor u binnen handbereik. Met een kleine animatie leggen wij u uit wat u zich daarbij voor moet stellen. U bent in het bezit van een PC met bijvoorbeeld de Teliac internetsoftware. Met behulp van uw modem belt u nu naar een zogenaamd inbelpunt van uw provider. Zo'n inbelpunt wordt ook wel een POP, afkorting voor Point of Presence, genoemd. Veel providers hebben inbelpunten door het hele land om de telefoonkosten van klanten zo laag mogelijk te houden, bij voorkeur tegen lokaal tarief. Van daaruit wordt u doorgesluist naar de server. Dat is de u bedienende computer van uw provider. Veel providers hebben geen eigen toegang tot internet, maar verbinden u door met het internet via zogenaamde backbones.
Dat zijn, zeg maar, de elektronische snelwegen in internetland. Een belangrijke backbone in Nederland is op het moment van deze opname van NLNet. NLNet is een commerciële organisatie. Daarnaast kennen we SurfNet. SurfNet is in het leven geroepen speciaal ten behoeve van universiteiten en onderwijsinstellingen. Aan andere backbones wordt op het moment van deze opnames gewerkt. Vervolgens wordt u afhankelijk van waar u met uw pc heen wilt, verder doorgeleid naar netwerken in landen binnen Europa of verder weg naar Amerika, Azië, Afrika of bijvoorbeeld Australië. Ja, en het leuke is dat waar ter wereld u ook in computers aan het kijken bent, u, als het inbelpunt van uw provider in uw telefoonregio zit, altijd tegen lokaal telefoontarief aan het bellen bent. U heeft nu enigszins een beeld hoe internet in elkaar zit. Straks lieten we u al een aantal voorbeelden zien. Vanaf de volgende les ziet u er nog veel meer, maar eerst gaan we u nu op het internet helpen. Allereerst de installatie van een modem. Wij hebben gekozen voor dit snelle modem. Het heeft een snelheid, een zogenaamde baud rate, van 28.800 bits per seconde. Toen we het uit de doos haalden, was het helaas niet helemaal installatiebereid. Deze kabel werd bijgeleverd met een 25-pin stekker, terwijl de communicatiepoort op onze computer 9 pins is. Bij de computerwinkel hebben we toen een nieuwe kabel gekocht en erbij gezegd dat het voor een seriële poort was, want zo wordt zo'n communicatiepoort ook wel genoemd. U kunt eventueel ook een passende verloopstekker kopen. Deze zijde wordt nu hier in het modem geplugd. En deze in de pc-poort. Een ander probleem bleek de telefoonkabel. Deze heeft twee plastic stekkertjes. De ene zijde kan in de line-uitgang van het modem, maar de andere kunnen we toch echt niet in een telefooncontactdoos of telefoonhaspel kwijt. Daarvoor hebben we bij een telecomwinkel nog deze extra telefoonstekker gekocht, waarin hier dit plastic uiteinde past. Dit geheel kan in de telefoonaansluiting en natuurlijk kan de normale telefoonstekker er desgewenst nog bovenop. Vervolgens moet natuurlijk nog even het netspanningssnoer in het modem en de bijgeleverde adapter in een contactdoos. Hardware-technisch is de zaak nu geïnstalleerd. Om te kijken of het modem werkt, moeten we nu eerst de bij deze Telia-cursus behorende software gaan installeren. Het installeren van de bij het modem behorende software is daardoor niet nodig. Voordat we dat echter doen, eerst nog even een korte blik op Windows 3.1, omdat dit het besturingssysteem is waaronder onze Telia-internetsoftware moet gaan draaien. We hebben onze computer gestart en de C-prompt staat voor. Het basisbesturingssysteem MS-DOS is nu actief. Wij willen nu naar de mooie grafische schil rondom dit besturingssysteem, namelijk Windows. Daarvoor typen we in Win en Windows wordt geladen. Windows staat op onze demonstratiecomputer zoals het er normaliter na installatie uitziet. De toepassing Programmabeheer staat op het scherm. Het is een overkoepelend venster met verschillende zogenaamde programmagroepen, zoals bureauaccessoires, ontspanning, opstarten, toepassingen en hoofdgroep. Klikken we tweemaal met de linkermuisknop op zo'n programmagroep, bijvoorbeeld bureauaccessoires, dan komen de daarin zittende programmaatjes, weergegeven als een pictogram, tevoorschijn. Bijvoorbeeld het tekstverwerkingsprogramma Write, het tekenprogramma Paintbrush en het communicatieprogramma Terminal, dat we overigens in deze cursus niet gebruiken. Door dubbel op zo'n pictogram te klikken, kunnen we deze programma's activeren. Maar we doen dat nu niet. Met de zogenaamde systeemknop linksboven in dit venster bureauaccessoires sluiten we deze programmagroep weer, door er ook weer dubbel op te klikken. Programmabeheer is weer in zijn geheel zichtbaar. Kijken we nog even naar dit venster, dan zien we daarin boven in beeld de teksten bestand, opties, venster en een vraagteken. Door deze teksten één keer aan te klikken met de muis verschijnen er zogenaamde rolmenu's, waaruit we eventueel een keuze kunnen maken.
Meer over Windows leest u in het cursusboek. Dan gaan we nu de Teliac internetsoftware installeren. Daarvoor hebben we de PC gestart, Windows geactiveerd, het modem aangezet en schijf 1 in de diskdrive gestopt. We staan in het overkoepelend venster van Windows, namelijk programmabeheer. We kiezen voor het rolmenu bestand door er eenmaal op te klikken. Het rolmenu komt tevoorschijn. Daaruit kiezen we voor starten door er ook weer eenmaal op te klikken. Er komt een invulscherm tevoorschijn met een knipperende cursor in een witte balk. Daar typen we in A:\setup en klikken vervolgens met de muis eenmaal op OK. Het programmaatje Setup wordt geladen en dit wordt aangegeven met een vlakje met de tekst Initializing Setup. Dan wordt u welkom geheten bij Setup in het kader van de Teliac-cursus Internet in de praktijk. We klikken op doorgaan. Daarna wordt gemeld dat er op dit programma copyrights rusten. We klikken opnieuw op doorgaan. Vervolgens wordt gezegd dat het Trumpet Windsock installeert, alsmede het kopieerprogramma WSFTP en de World Wide Web browser Netscape Navigator. Trumpet Windsock is een communicatieprogramma waarmee we verbinding leggen met onze provider. Met Netscape kunt u al die mooie pagina's die we u zo even lieten zien op het internet bekijken. Tevens wordt gemeld dat u later nog de mogelijkheid wordt geboden om extra computerprogramma's bij een computerarchief op te halen. Hiervoor is het programma WSFTP aanwezig. We nemen dit voor kennisgeving aan en klikken weer op doorgaan. Dan volgt nog een extra waarschuwing, namelijk dat op de programma's die u via deze floppies en internet gaat gebruiken, licentiebepalingen van toepassing zijn. Wij gaan hiermee akkoord en klikken daarop. Dan wordt voorgesteld om een en ander in de directory Teliac onder te brengen. Ook dat is wat ons betreft in orde en we klikken op doorgaan. Vervolgens wordt onder andere gezegd dat u even de zogenaamde inlog- of aansluitgegevens bij de hand moet houden. Deze vindt u in de mediagids in het cursuspakket. Verder wordt er met nadruk op gewezen dat deze gegevens dadelijk nauwkeurig ingetypt moeten worden, anders kan het met de geïnstalleerde software misgaan. We klikken weer op doorgaan. Dan gaat de computer aan het installeren. Op een gegeven moment wordt gevraagd disk 2 in de disk drive te plaatsen. Please insert disk 2. Wij verwijderen 1, plaatsen 2 en klikken op OK. Dan duurt de installatie even. We hebben de opnames dan ook wat ingekort. Het programma Netscape staat, zoals dat heet, gecomprimeerd op de disketten. Dit is om niet te veel schijfruimte in beslag te nemen. Verschijnt het zwarte scherm met witte letters, dan wordt dit programma van deze compressie ontdaan. Dit heet ook wel uitpakken. Dan kunt u opgeven hoe u de programmagroep wilt noemen waarin de programma's geplaatst gaan worden. Teliac Internet is wat ons betreft akkoord en we klikken dus op doorgaan. Vervolgens wordt verteld dat het opstartprogramma van onze PC, namelijk de AutoExec BAT, aangepast moet worden om straks een automatische internetverbinding te kunnen maken. Wij vinden zo'n automatische verbinding natuurlijk prima en klikken op aanpassen. Dan moeten we de gegevens gaan invullen zoals die in de mediagids staan. Doe dat heel nauwkeurig, want anders gaat het echt mis. Allereerst de loginnaam. Bij ons is dat C. Capelle. Bij u 2 letters en 5 cijfers. Dan de volledige naam. Je gaat daarvoor met de muis naar dat vlak, klikt er eenmaal op en daar bevindt zich nu de knipperende cursor. We kunnen dan de volledige naam intypen. Op dezelfde manier gaan we naar het volgende vlak en typen het van de provider ontvangen e-mailadres in. Bij ons is dat c.van.capelle@inter.nl.net. Bij u ook weer wat letters en cijfers voor het @teken. Het volgende vlak, providercode met de tekst inter.nl.net,
moeten we nu wijzigen in NL.net. Bij u als cursist staat dat standaard correct ingevuld. Dit moet u dus zo laten. Het hangt samen met het feit dat wij niet van een proefabonnement gebruik maken. Vervolgens zien we het telefoonnummer van een inbelpunt of pop in Amersfoort aangegeven. Door eenmaal op het pijltje naar beneden rechts naast het vlakje te klikken, komt een heel lijstje met inbelpunten tevoorschijn. Dit lopen we door met het pijltje onderin dat venster. We kiezen voor de pop in onze telefoonregio, namelijk Utrecht. Dan moet aangegeven worden van welke communicatiepoort op de computer ons modem gebruik maakt. Onze muis zit, zoals we net zagen, op COM 1, dus we moeten de 1 in een 2 veranderen. Dit doen we door over de 1 met de muis te slepen en vervolgens 2 in te typen. Dan moet de baud rate of snelheid van onze communicatiepoort nog ingevuld worden. De standaardwaarde van 38.400 is voor een normale PC in orde. Daarna kiezen we voor doorgaan. Dan wordt verteld dat zometeen het communicatieprogramma Trumpet Windsock gestart wordt en daarmee verbinding gemaakt wordt met de provider. We kiezen nu voor connectie, dus verbinding maken. Dan wordt gezegd dat u nu uw geheime paswoord bij de hand moet hebben. We klikken op OK. Er komt een klein invulschermpje van het programma Trumpet Windsock tevoorschijn en daar moeten we ons paswoord dus intypen. Ook dat vindt u terug in de mediagids in het cursuspakket. U ziet niet wat getypt wordt, alleen maar sterretjes. Dan klikken we op OK. Er verschijnt een scherm van Trumpet Windsock en we horen dat het modem gaat bellen. Binnen het venster van Trumpet Windsock wordt gemeld Script Completed en PPP Enabled. Script Completed betekent dat Trumpet Windsock een bepaalde reeks commando's heeft afgewerkt en PPP Enabled dat nu een bepaald communicatieprotocol werkzaam is. Later in deze cursus leggen we dit nog uit. Dan klikken we op Ophaal Test. Er gebeuren wat zaken op het scherm en er wordt na enige tijd gemeld dat de verbinding goed werkt. Dat betekent dat we op een goede manier met onze provider communiceren en dat het modem het dus ook goed doet. De telefoon wordt nu automatisch opgehangen. Dan kiezen we weer voor doorgaan en vervolgens voor einde setup. Gevraagd wordt of we setup willen afsluiten. We zeggen ja. Er verschijnt een scherm met gebruikersgegevens. Je kunt dit nog even checken en vervolgens op OK klikken. Alles staat inmiddels op onze harde schijf en we krijgen de melding dat we de computer opnieuw moeten starten om alle wijzigingen door te voeren. Nu kunt u de tweede schijf even uit uw machine halen en vervolgens klikt u op reboot. De computer start opnieuw. Door achter de C-prompt vervolgens Win in te typen, starten we Windows opnieuw. Nu zien we de programmagroep Teliac Internet keurig op ons scherm staan, met onder andere ook icoontjes van Trumpet Windsock en een grote N van Netscape Navigator. Onze internetaansluiting is gerealiseerd en Netscape Navigator versie 1.2 staat ons ter beschikking. Door nu dubbel op de tekst Netscape Navigator te klikken, wordt eerst het communicatieprogramma Trumpet Windsock automatisch geladen. We zien dat niet. Er verschijnt alleen een icoontje linksonder, maar horen het modem wel bellen. Vervolgens komen er wat licentiebepalingen ten aanzien van het gebruik van het programma Netscape in beeld. Gaat u daarmee akkoord, dan klikt u op Accept. Dan wordt u automatisch doorgesluist naar de welkomstpagina van onze provider. Om een en ander voor u goed leesbaar te maken, klikken we even op het rolmenu Options, opties, en daaruit de keuze Preferences, voorkeuren. Er komen een aantal tabbladen waarvan we Fonts kiezen door er eenmaal op te klikken. Dan klikken we eenmaal op Choose Fonts en geven deze letter een andere grootte, bijvoorbeeld 16, door erop te klikken. Dan klikken we op OK en nog een keer op OK onder in het scherm.
De tekst is nu duidelijker leesbaar, niet alleen op tv, maar ook op het computerscherm. Dan nog iets meer over de pagina die u nu ziet. Het is een zogenaamde welkoms- of huispagina. In internettermen meestal homepage genoemd. Op deze pagina zien we zwarte en blauwe teksten. Bewegen we de muis over een blauwe tekst, dan zien we het pijltje veranderen in een handje. Dit betekent dat als je op zo'n blauwe tekst eenmaal klikt met de muis, dat je automatisch wordt doorverbonden naar een ander computerbestand. Dat kan zelfs een bestand op een computer heel ergens anders zijn. Zo'n aanklikbare tekst noemen we een hypertekst. Klikken we bijvoorbeeld op de tekst Informatie voor particuliere gebruikers, dan zien we deze even rood opflitsen en worden we doorverbonden naar een andere pagina, namelijk die van een server in Nijmegen. Met het pijltje rechtsonder kunnen we de pagina doorlopen. We kiezen opnieuw voor Informatie voor particuliere gebruikers. Vervolgens komen allerlei icoonachtige tekeningetjes tevoorschijn. Daarvan kiezen we die met het spinnenweb over internet. Er blijkt een heel verhaal over internet achter te zitten. Lopen we deze pagina even door, dan ziet u hoeveel bedrijven en instellingen al in Nederland op het internet zitten. Klikken we deze tekst Bedrijven en instellingen aan, dan krijgen we een alfabet en interessegebieden, maar ook een lange alfabetische lijst te zien van Nederlandse internetinformatieleveranciers, onder andere de omroepen. Klikken we daarop, dan komt de homepage van de omroepen tevoorschijn, met linksonder een icoon van een boekje met een brilletje en de tekst educatief. Klikken we dit aan, dan kunt u onder andere van Teliac informatie krijgen, niet alleen in het algemeen, maar ook over deze cursus Internet in de praktijk. Dan stoppen we nu met onze korte excursie over het internet door onder File voor Exit te kiezen. Netscape wordt gesloten, de telefoon automatisch opgehangen en ook Trumpet Windsock is niet meer actief. Ja, dames en heren, dit was het dan voor deze les. Wij wilden u zo snel mogelijk op internet hebben en daarbij zijn we best nog wel wat theoretische zaken vergeten. Maar dat zult u ons vast niet kwalijk nemen als u deze week uw eerste schreden op de digitale snelweg zet. Kijkt u daarbij ook nog even naar de World Wide Web pagina's van Teliac en deze cursus Internet in de praktijk. Ik wens u veel plezier en succes en graag tot de volgende keer wanneer we wat gestructureerder verder gaan met het werken op internet. Tot dan!